Oh, kijk eens. Ja, dat was leuk. En wat hij mij backstage vertelde is dat Albert Heijn het gebruikt heeft, deze bril, om gewoon op Sinterklaas neer te zetten. En Sinterklaas is door Albert Heijn heen gegaan, heeft wat product gekocht, afgerekend, op Snapchat gezet en is nu 100.000 keer bekeken. Dus wat dat betreft, hij doet er ook nog wel serieuze dingen mee en dat is dan inderdaad zijn vader. Ik ben inderdaad trendwatcher en ik hou ervan om zoveel mogelijk technologie zelf uit te proberen. Dat ga ik ook vandaag zien. En Oracle heb ik voor het eerst gebruikt toen ik zelfsturende magazijnen maakte. Automatische magazijnen voor de HEMA, voor Kroki Chips, voor de Gap. En Oracle was toen al de database of choice. Daarna ben ik document management gaan doen, software company gestart, 100 man. En vooral bezig geweest met AutoCAD. Maar de cloud begon eigenlijk in 1989. Toen hoorde ik voor het eerst van internet. En toen ben ik in Media Plaza begonnen om erover te vertellen. En dat is dus 25 jaar geleden inmiddels. 25 jaar geleden begon de grote cloud. En een half jaar geleden kwam ik degene die dat allemaal veroorzaakt heeft. De vader van het internet. Weet iemand hoe deze man heet? Heel goed, FintServ. Er zitten hier gewoon nog wat goede nerds. En ik vroeg hem, hoe lang heb je er nou over gedaan om dat internet, TCP/IP, om dat te ontwikkelen? En dat deed hij zo lang over. 74, 75, before I had to go to Washington to run the program for the Defense Department. Uh-huh. So it's been 40 years since. 40 years. And how? And the essentials of TCP. How long? I mean, you worked here for 3 years, but the essentials. How long did it take you to put them on paper and to think about it? 9 months. Bob and I worked. Actually, maybe less than that. We started in March. We wrote the first paper in September. And then we had to go. En ik heb hem gevraagd: hoe lang heb je er nou eigenlijk over gedaan? En dat was eigenlijk mijn klikker doet het niet meer. Mijn klikker doet niet meer. Hallo, hoort u nog? Klikker, klikker, klikker. Hij wordt groen, hij wordt rood. Mag iemand even hier dit ding pakken en dan kijken of ze dat weer aan de gang kunnen krijgen? Dan ga ik in de tussentijd even door met praten. Kunnen we even naar de volgende slide gaan? En het eerste cloudland, dus even pijltje naar de rechts bij de bediening daar zo. Ja, u kunt het. Moet ik nou echt achter in de zaal gaan? Moet ik nou achter in de zaal gaan lopen om de volgende te gaan doen? Nou, het komt er wel aan. Hoe oud is jouw laptop? Ja, 3 maanden. Wat is het probleem? Laat helemaal vast. Ja. Ja, echt. Je hebt er te veel plaatjes op gezet. Ja, dat krijg je dan. Dan loopt hij van vast. Met je internet 25 jaar. Deze man had dus 6 maanden gedaan om TCP/IP te ontwikkelen, maar in werkelijkheid was het een weekend. Dankjewel Rens, leuk is dat samenwerken. Maar, en het eerste land wat echt gewoon helemaal in de cloud leefde, was Estonia. Want wat was er nou aan de hand in Estonia? De Russen zijn daar weggetrokken, hebben alle computers meegenomen en ze hadden geen enkel geld om daar hun eigen netwerk in te zetten. 1,4 miljoen mensen. Dus die hebben toen het internet begonnen. In 1996 het hele land met elkaar geconnecteerd. Allemaal verschillende, ze hadden Oracle Cloud, ze hadden Microsoft Cloud, ze hadden Linux, ze hadden open source. Alles aan elkaar gekoppeld, allemaal via internet. Omdat dat natuurlijk zo onveilig als de pest was, hebben ze ook allemaal meteen zo'n kaartje erin gezet met codes, waardoor je kon identificeren en authenticeren. Iedereen kreeg zo'n kaartje en met een laser kon je op een gegeven moment dan zeg maar je identificeren en authenticeren. Daardoor is die cloud als eerste daar ontwikkeld. Als je daar bijvoorbeeld gaat naar mijn overheid en je bent ambtenaar, burger of je bent gewoon ondernemer. Nou, als je als burger binnengaat, dan krijg je een waanzinnige bak met informatie. Je kunt aanzien welk huiswerk je kinderen op dit ogenblik hebben, wat voor cijfers hebben, wanneer ze examens. Alles over de scholen, alles over je vehicle, alles over je huizen, de waarden, de belastingen, het stemmen kun je allemaal doen. Maar ook je medisch dossier. Je kunt precies zien waar het medisch dossier ook door welke dokter is gebruikt. Ik ben daar zelf, ik heb ook zo'n identiteit. En als ik dan naar een politieagent ga en ik zeg, kunt u mij even controleren? Dan
controleert hij mijn pas en ik log daarna in en dan kan ik precies zien welke politieagent, hoe die heet, wie mijn pas heeft gezien. Ik kan ook allerlei documenten eruit halen. Ik kan als ambtenaar kan ik ook meteen gewoon mijn hele workflow zien. En als ondernemer, alles met mijn belasting, alles met mijn bedrijf, alles met mijn banken, alles kun je daar gewoon online zien. En het zijn private cloud en public cloud allemaal aan elkaar geconnecteerd. Wat ook leuk is, is dat het tekenen van documenten, gewoon een Word document, bam, je tekent het met je kaartje, je stuurt het naar iemand anders. 10 mensen kunnen gewoon in 5 minuten een document tekenen. 99,99% van alle documenten worden via de elektronische handtekening gedaan. Dat is gewoon Estonia anno 2016. En je kunt zelf dus zo'n identiteit krijgen. Ik heb dus ook zo'n Estonische digitaliteit. En ik kan daar bankrekeningen open, bedrijven. En ik vind het heerlijk om daarheen te gaan. Nou, ze hebben alle databases aan elkaar geknoopt. Dus niet alleen maar van overheden, maar van bedrijven. Duizenden bij elkaar. Met hele simpele techniek. En je kunt zien wat daar dan gebeurt. Dat is de X-Road, is allemaal aan elkaar geknoopt. En deze man heeft dat dan gedaan. Die zei, het is niet simpel. Denk niet dat het gestructureerd is bij ons. We hebben gewoon alles aan elkaar gezocht. Het is een enorme zooi. En de cloud is wat dat betreft gewoon een supermiddel dat je ziet hoe dat gebeurt. Nou, we hebben nu ook de cloud hier in Nederland. We hebben daar allemaal verschillende soorten clouden en we gaan nu langzamerhand dat implementeren. Hoe staan we daarvoor? Nou, Nederland. Heb je mijn overheid? Wie is daar wel eens geweest? Meest rampzalige plaats aller tijden. Gewoon kunnen alleen maar blauwe enveloppen, kunnen niks doen, heeft helemaal geen enkele waarde. Maar goed, dat hebben ze dan. We hebben dus gewoon DigiD. Je kunt dan inloggen dan, zeg maar, met een afgrijselijk paswoord. Ook gewoon zo lek als een mandje. Er zijn aan de bedrijfskant zijn er dan voor verzekeraars en professionals zijn er wat identity programma's. Maar binnenkort gaan wij ook gewoon de Estonische werkelijkheid tegemoet en krijgen wij een cloud waar wij geïdentificeerd zijn als persoon en ook onszelf kunnen legitimeren. En dat is dus heel mooi en dat heet Identsys. En als je wil begrijpen hoe dat werkt, dan moet je even met Marcel gaan praten. Want Marcel heeft DigiD ontwikkeld en dat is zo'n afgrijzelijk systeem, dat wil hij nooit meer. En hij kan heel goed uitleggen hoe het nou eigenlijk wel gaat. En met je rijbewijs, met je paspoort, met je nationale identiteitskaart, maar ook met je simmetje. En met je simmetje kun je zeg maar over 2-3 jaar kun je identificeren. En dan komen er allemaal van die digitale identiteitsproviders. Want dat hebben we gewoon nodig bij dit gebeuren. Dan is er ook nog iets als IDIN. Wie weet wat IDIN is? Kijk eens. IDIN is heel relevant voor u. Dat gaat u binnen een jaar gaat u dat gewoon gebruiken. IDIN is hetzelfde als IDEAL. Wie kent IDEAL wel? Even kijken of u nog wakker bent. Ja, IDEAL. Dus IDEAL kennen we allemaal. 12 miljoen mensen maken er gewoon gebruik van. En met IDIN kun je jezelf nu identificeren. Dus je kunt op je website kun je zeggen, ik wil gewoon weten wie ik ben. En dan zeg je gewoon, ik ben ABN AMRO. Je krijgt gewoon je code, je typ je in, kun je met je mobiele app doen. En de eigenaar krijgt dan van die website, die krijgt dan je naam, je adres, je woonplaats, je leeftijd, wat jij wil aan informatie overdragen. En dat is dan geïdentificeerd. Dus je kunt nu een mijn omgeving creëren met gegarandeerde gebeur. En dan kost dat zeg maar 2 kwartjes per identificatieactie. Je kunt er ook mee inloggen, dat is dan weer veel goedkoper. Nou, ik ga maar niet dat filmpje laten zien, dat duurt veel te lang. Maar het aardige is, we krijgen aan het oosten komen er bakken met betalingssystemen. Hè, van als je kijkt, Alipay en Tencent, er komen nu honderden miljarden transacties. Die komen uit van China tevoorschijn, komen naar het westen toe. En uit Amerika komen allerlei grote platformen van Facebook, van WhatsApp, van Amazon. En in het midden krijgen we hebben dan ook nog gewoon Nederland, die een mooi betalingssysteem heeft en een mooi identificatiesysteem. Dus wat dat betreft heel erg mooi. Tweede, wat we in de cloud nu hebben, is gewoon geld. We hebben nu cloud geld. En dat betekent eigenlijk gewoon alles rondom de blockchain. En de blockchain is datgene wat eigenlijk in de secure business, iedereen die iets doet met secure transacties, super relevant is. Stelt u zich eens voor dat er een technologie is zo krachtig dat die in staat is het begrip economie, zoals we dat nu kennen, totaal op zijn kop te zetten. Een technologie die de manier waarop bedrijven en governance systems functioneren volledig verandert. En dat is het mooie, vertrouwen tussen bedrijven, vertrouwen tussen mensen, zonder dat je die persoon zelf ook maar enigszins vertrouwt, doordat je gewoon eigenlijk een aantal computers in de cloud hebt die elkaar controleren. Nou, dat zijn, wat dat betreft zijn er waanzinnige ontwikkelingen die er nu aankomen. En de blockchain vinden mensen, op dit ogenblik in de bankwereld vonden dat eerst een bedreiging en nu is het zeg maar een gigantische manier om het leven te versimpelen. En zien we daar het komende jaar zien we daar heel veel ontwikkelingen uit. Nou, als we nou gaan kijken, wat gaan we daar nou mee doen, dat is altijd heel interessant.
Want niemand weet wat we er ooit altijd mee doen. Er is een prachtig boek geschreven, alles wordt anders. Alle voorspellingen, ik heb ook een heleboel gedaan, en dat komt nooit uit. Als je experts vraagt of trendwatchers, komt helemaal nooit uit. Kun je dan aan de andere kant de klant vragen, wat gaan we hiermee doen? Heeft u interesse erin? Nou, het meest klassieke voorbeeld was de mobiele telefoon. Student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Heeft u ook 4G? Nee, ik heb geen 4G, nee. Wat is 4G? Supersnel mobiel internet. Nee, dat heb ik allemaal niet. Nee hoor, nee. Ik kijk thuis al even naar de mail en dat is het wel. Leuk voor de mensen die er gebruik van willen maken, maar ja, voor mij hoeft het gewoon allemaal niet. Dus ik ga het ook nooit nemen. Een beetje overbodig, zonde van je tijd, ga wat anders doen. Doe constant binnen weer met je telefoontje of met je iPadje of weet ik. Dus wat dat betreft, echt, mensen hebben geen idee. Dit is wel grappig, van 2 jaar geleden gevraagd. Nu hebben 7 miljoen mensen het. En ze gebruiken allemaal 6 keer zoveel data op dit ogenblik. En ja, als je het bouwt, dan gebruikt het. Als we nu kijken wat we nu nodig hebben voor de jonge generatie. Ik ben dan begonnen met computers, met homecomputertjes, met appeltjes, met pc'tjes. Sommige mensen van nu zijn zo oud dat ze dit scherm aan de rechterkant nog kennen. Ja? WordPerfect. WordPerfect 5.1 kon je alles mee doen. Ja, jij had het over wifi. René had het over wifi. En die zegt dat alles snel verandert. Nou, volgens mij verandert geen barst in het hele leven. Het gaat onvoorstelbaar traag. Met Word 365 kun je nu hetzelfde doen. Alleen je computer is 1000 keer zo snel nodig. Dus innovatie gaat met sprongetjes. Wat dat betreft is dat heel interessant. Mijn dochter, ja, die begon gewoon meteen 2-jarige leeftijd te swipen. En ik vroeg dus op een gegeven moment Nasha van, oké, die hield een mooi verhaal. En ik wou eens even weten, heeft hij dat zelf geschreven? En hoe werkt hij nu eigenlijk vandaag op school? Hey, op school mag je daar ook gewoon, in de klas mag je daar ook de iPad en de telefoon gebruiken? Nou, je mag hem wel mee naar school nemen, maar je mag er niet op. Nee, dus vind je dat nou echt modern, die school? Mag je niet gebruiken. Nee, maar ik wil wel naar een moderne middelbare school waar ze wel iPads gebruiken. Ja, ja. En dat is inderdaad nog helemaal niet altijd het geval. Nee. Hey, die teksten die je sprak, wie heeft die geschreven? DDG. DDG. En wie is DDG? Dat is een bedrijf en ik weet niet precies wie het heeft geschreven. Oké. En snapte je die teksten zelf eigenlijk wel? Ja. Wel? Ja. En die was er ook wel mee eens? Ja. Heb je ook nog wat veranderd? Nou, ik heb het een beetje in mijn taal geschreven. Oh, je hebt het een beetje veranderd in jouw taal. Dat is hartstikke... Het was zijn moeder trouwens die de teksten had geschreven. Dat was inderdaad. En hij heeft het zelf een beetje in zijn eigen taal gebruikt. Dus dat was gewoon heel erg mooi. Nou, die kinderen die kunnen dus op school gewoon niks gebruiken. Die moeten allemaal, als ze gewoon 10 jaar oud zijn, moeten ze met 3 cijfers gaan vermenigvuldigen. En dat is rampzalig. We moeten alle instituties transformeren. En dat kan dan ook eigenlijk wel. Maar dat moet dus allemaal gebeuren. En de school om te beginnen. Mijn kinderen zitten op die Steve Jobs school. Dat is opgericht door Maurice de Hond en ik doe daar zelf ook wat aan. En wat is nou essentieel? De kinderen hebben allemaal inderdaad een device, een iPad, maar ze kunnen zelf kiezen wat ze op een gegeven moment willen leren, op wat voor manier. Ze kunnen het via video doen, via instructie, werken met elkaar. En ze kiezen allerlei workshops en ze kunnen zelf weten hoeveel tijd ze daaraan spenderen. Nou, dat kan alleen maar doordat er goede cloud software is die kijkt hoe die kinderen werkt en die op een gegeven moment kijkt van, hey, hoe leer je eigenlijk? Ken je die oefeningen al? Er zijn kinderen die in 2 jaar door 6 jaar onderwijs heen gaan. En dat kan alleen maar als die software goed is, als er een goede dashboard is, dat je een beetje in de gaten kunt houden hoe hard ze werken, dat je kunt zien wat ze goed doen en wat ze niet goed doen, wat moeilijke opgaven zijn. En dat wordt allemaal bijgehouden. En deze cloud software kost €5 per leerling per maand. Oh nee, per jaar. Per jaar. De cloud maakt het mogelijk dat dit soort software A, gewoon efficiënt is en B, gewoon goedkoop werkt. Dus dat is het mooiste aan de cloud en dat zorgt dat deze school nu innovatief is. Aardig is dat ook de Khan Academy dat doet en de Khan Academy doet met video's, heeft duizenden soorten, er komen 150 miljoen mensen komen er per maand langs. En ook met zo'n systeem om uit te vinden, heb jij begrepen wat er gebeurt en als je dat niet zo wist, dan ga je weer terug naar het systeem. Kost niks. Lessen daaruit te leren zijn... Als je gelijke kansen wil hebben, moet je A, ongelijk onderwijs hebben. Als jij op een gegeven moment productiviteit uit werknemers wil hebben, moet je zorgen dat de systemen niet allemaal hetzelfde zijn voor iedereen. Want mensen zijn anders en mensen gaan nu langzamerhand software krijgen die zich aanpast aan hen, in plaats van dat wij ons aan de software moeten aanpassen. Dat is de belofte van de cloud. Gelijke kansen betekent iets compleet anders voor iedereen.
En dat zijn we nu ook bezig met reinventing organisaties. Dat we een organisatie opzetten door slim, intelligent met mensen de systeem te geven. Daar is dit boek van, als je er geen zin hebt. Wie leest er nog wel eens een boek? Zijn er nog mannen die een boek lezen hier in de zaal? Ja, en het blijkt dat gewoon 85% van alle boeken wordt gelezen door vrouwen boven de 40. Überhaupt, die hele boekenwereld is nogal een ramp. Zeg maar, 40% wordt als cadeautje gegeven, wordt nooit gelezen door iemand. 30% wordt gelezen door mensen die zeggen, ik zou het zo graag willen lezen, maar ik heb geen tijd. En 30% van de boeken wordt aanbegonnen. Maar dat is niet van een ander verhaal. Maar het leuke is, als je dus geen tijd hebt om dat boek te lezen, ga je gewoon even kijken naar die Frederik Lateau. En in een half uur legt hij het op internet uit, op YouTube. Maar het leukste voorbeeld, hij heeft voorbeelden van Netflix, hoe die organisaties werken. Maar het leukste voorbeeld vind ik buurtzorg. En daar werken mensen in een cloud-omgeving samen. Die hebben nu duizenden teams, werken 40.000 mensen, binnen 10 jaar gegroeid. Zijn gewoon in 2006 begonnen. En die hebben gewoon een WhatsApp-groepje, ze hebben gewoon een cloud-omgevingje. Ze hebben 40 mensen op het hoofdkantoor. En ze doen 30% efficiënter dan alle andere organisaties. En iedereen is er doodgelukkig. Ze worden altijd werkgever van het jaar gekozen. En ook de klanten zijn er gewoon ongelooflijk blij mee. Nou, ook wat is bij onze school. Alles stikt van de beacons. Overal beacons, zodat de kinderen de informatie krijgen op de juiste plek. Als ze in het verkeerde lokaal zitten, krijgen ze een berichtje. Als ze op een gegeven moment, als ze in een klaslokaal binnenkomen, dan weet de leraar dat. En die schakelt meteen alle games uit die bij dat workshop niet komen. Sommige mag je wel Minecraft doen, maar andere niet. Dus dat wordt allemaal met die beacons gewoon gedaan. In Sail hadden we 2,5 miljoen mensen die gewoon de juiste informatie kregen van die boot op hetzelfde ogenblik. Indoor navigatie, ideaal, werkt als een gek. Dan zijn de kinderen ook daar bezig natuurlijk met onderwijs op afstand. Werkt ook als een trein, ook allemaal in de cloud. En dit is wel de mooiste, nieuwste feature die ik daar zie. Onderwijs krijgen van kinderen van mensen waarvan ze de taal niet kennen. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para En we zien dus gewoon dat nu artificial intelligence, dat die computers die kunnen ons verstaan, onze emoties horen. In callcenters worden we nu doorverbonden als we op een gegeven moment te opgewonden worden. Dat doe ik ook. Ik word er altijd enorm opgewonden. Dan word ik langzamerhand naar de juiste persoon doorgesteld. En we krijgen nu allemaal van die apparaatjes. We hebben nu de Alexa van Google, van Amazon. En we hebben de Google Home. Echt heel leuk om te bestellen met kerstmis. Dat is het meest favoriete, die 8 microfoons in ons huis. En alle kinderen die vinden het geweldig om alle vragen te stellen, maar ook in alle timers te zetten, de alarmen, vragen te stellen over wat ze moeten weten. Dat begint nu allemaal intelligent te worden. En het duurt niet lang meer voordat de chatbots, dat je niet meer kunt zien of het een mens is die erachter zit of een computer. Dat duurt echt gewoon nog 2-3 jaar. Iedereen is daar nu gewoon mee bezig. We doen nu ook allemaal wedstrijdjes. Er zijn allemaal wedstrijdjes van chatbots waar je kunt zien van is het een mens of niet. En wat voor vragen kun je nou stellen om hem te triggeren. Dat gaat met artificial intelligence heel hard. Alexander had het er al over en wij gebruiken ze natuurlijk ook op school, de virtual reality brillen. En mijn vraag was, toen ik een half jaar geleden de dame ontmoette die bij Facebook verantwoordelijk is voor die 2 miljard euro die ze aan die virtual reality brilman gegeven heeft, die jongen van 20 jaar. Wat ga je daar nou mee doen en wat kan ik nou verwachten als die brilletjes allemaal zo worden zoals we die net zagen? In 10 years, what will I get? For 5 years. What will I get in 5 years? Well, in 10 years, Mark Zuckerberg has a clear vision. 1 billion people in VR in Facebook. En dat aardige is, zij is dus nu bezig met de derde generatie brillen. We hebben nu de eerste generatie brillen, ze heeft tweede, die we net zagen, de derde. Dan kun je de schil niet meer zien tussen haar bril en een virtual reality bril. Die kan gewoon automatisch dimmen en ook je hebt augmented reality die daaraan vastkomt. Dus dit is zeg maar die grote, gigantische brillen waarvan je denkt van wat moet ik nou mee? Die worden gewoon echt heel elegant met dezelfde interessante ervaringen die het oplevert. Nou, natuurlijk kennen we dan ook de HoloLens. Die we daar ook gewoon nu hebben, waar je echt gewoon in de wereld kunt rondlopen. En elk object is gewoon een programmaatje, is gewoon een stukje code. En het is eigenlijk niet meer van echt te onderscheiden. En dat je dan gewoon kijkt naar objecten, je kunt precies zien wie die persoon is, hoe je hem kent, wat je ermee gedaan hebt, of alle informatie die relevant is.
alle objecten zijn gewoon stukjes programma's. Het is echt bijna niet meer de digitale werkelijkheid en de gewone werkelijkheid. Nou, dat kunnen we dan allemaal bedienen met onze handen. We kunnen dat ook weer connecteren, die cloud, met de digitale omgeving buiten ons. Als je kijkt, Earthcast is een fantastische start-up. Die doet elke 5 dagen video, high definition video, met 1 meter resolutie van de hele aarde. Dat heeft André Kuipers, heeft deze camera's op de International Space Station gezet. Dat is informatie die elke 5 dagen bij je beschikbaar komt. Dus de cloud wordt wat dat betreft ook groter, intelligenter en gaat naar allerlei realiteitsdingen toe. Nou, het aardigste koppie tussen digitale cloud en realiteit is natuurlijk gewoon de 3D-printer. Nou, dit soort printertjes kennen we natuurlijk, maar als je kijkt, de grotere printers, die zijn interessant. Deze printer doet 10 huizen in 24 uur. Dus het is echt ook ideaal om daar een aantal van ons neer te zetten om op een gegeven moment onze vluchtelingen te helpen. En je kunt echt een super villa doen in 24 uur. Dus wat dat betreft gaat dat ook heel erg hard. En heel veel industrieën zijn nu bezig met die industriële printen, die gewoon in goed materiaal perfect kunnen printen. Die kosten allemaal een miljoen, maar die zijn heel belangrijk. Dus dat zijn de connecties van de digitale wereld naar de reële wereld. Aan de andere kant is ook de word of mouse wordt ook steeds meer vervangen door de word of mouse. Dat hele social media. En daar zien we ook steeds meer dat mensen op een compleet andere manier met elkaar communiceren. Dat we ons moeten aanpassen. De systeem moet zich aanpassen aan de mensen. Neem bijvoorbeeld de mannen en de vrouwen. Iedereen weet dat mannen en vrouwen verschillend communiceren. De ene, bijvoorbeeld de man, spreekt ongeveer 12.500 woorden per dag. En de vrouw spreekt... Ja, 25.000. Ja, klopt. 25.000 woorden, inderdaad. Gedurende het werk doen we evenveel. Dat is ongeveer 10.000 woorden. Dus als we thuiskomen, heeft de man nog 2.500 woord en de vrouw nog 15.000. Telefoongesprek tussen 2 mannen duurt 27 seconden, tussen 2 vrouwen 24 keer zo lang. Dus wat dat betreft is dat gewoon heel interessant hoe dat is en moeten we ons aanpassen. Überhaupt is ook gewoon video, hè, 75% van het internet, binnenkort 99%, moet je overal gebruiken. Als ik zie hoe video, hoe makkelijk dat is, gewoon met je mobiele telefoontje, hoe dat zit. Ik heb nu even een klein filmpje gemaakt in ongeveer 5 minuten. We zijn hier bij de rij. Bij Oracle Day, 1000 mensen over digitale transformatie. Oké, er wordt goed getwitterd. En dit is Cloud DNL. Alle partijen zijn er weer. Equinix, Quistor. Kijk, en Deloitte is gearriveerd. En Symtec speciaal. Die heeft chocola. Lekkere volle bak hier. En dit videootje, je kunt dit gewoon met een Twitter client, kun je dit gewoon eigenlijk in 3 minuutjes met elkaar maken. Even aan elkaar knopen, editen. En binnen 5 minuten heb je het gewoon online staan. En ik maak nu 500 van dat soort videootjes. En ik heb nu 3 miljoen uren in het afgelopen jaar kijktijd gehad. En als ik dat kan, dan kunt u dat met uw bedrijf echt steeds makkelijker. Makkelijkste is als je met salesmensen hebt en dat je zegt van, heeft u wel eens een tevreden klant ontmoet afgelopen maand? Dat vraag je in salesmensen. En als je dat nou, als ze zeggen dan ja, dan zeg je van, vooral elke Oracle klant is sowieso altijd heel tevreden. Dan zeg je, kun je even een videootje maken van 1 minuutje waarom je zo blij met ons bent. En die wil je gewoon binnenkrijgen en dan ga je dat verdelen in het bedrijf. Altijd een groot succes, want dat gebeurt zo weinig. Social media en rekenen is gewoon heel belangrijk. Nou, even, dit is nog wel even een dingetje over, ik ga dat overslaan. Ik wil even laten zien van allemaal prachtige video's over hoe ongelooflijk lek het internet is, maar dat weet u natuurlijk allemaal al. Van daar gaan we niet over praten. Wat ik eigenlijk even wil zeggen, het internet gaat zich nu uitbreiden. Dat Internet of Things, 50 miljard van die transities, van die connecties die we krijgen. En dit is wel het meest belachelijke ding wat ik ooit heb gezien. BeWired.nl. Als je wil zien hoe het connected internet gaat worden, moet je kijken naar dit huis. Hij heeft elke lichtschakelaar, hij heeft elke energiebron, hij heeft elke weegschaal, hij heeft elke wasmachine. Alles is in dat internet geconnecteerd. Nou, dat gaan we dus gewoon niet allemaal doen, maar dat is ongeveer het idee. Die sensoren, die zijn 10 keer zo goedkoop geworden en ook de hele manieren waarop het op een gegeven moment met internet geconnected is, is gewoon gigantisch. Het industriële internet wordt gewoon gigantisch groot, dankzij het feit dat al die sensoren niet meer honderden euro's zijn, maar tientallen euro's. Maar vooral dat de connectiviteit zo goedkoop is. LoRa, dat zijn van die netwerken van long range, low power, kosten 3 tot 4 euro per jaar om op een gegeven moment die informatie naar het internet door te geven. We zagen daar een fantastische Internet of Things racebaan waar je dat gewoon eigenlijk met elkaar zag. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk, als je dit ziet, voor industrieën?
dan heb ik één industrie die ik even nog in 7 minuten wil behandelen, hoe die hele wereld gaat veranderen dankzij deze digitale cloud. En dat is eigenlijk de mobiliteit en de energiesector. Daar heb ik een aantal jaren geleden in gewerkt en het blijkt dat die enorm gaat transformeren. In 1900 reden we allemaal met paard en wagen, 13 jaar later reden we allemaal met de Model T, omdat die van ongeveer $1500 naar $300 in prijs was gedaald. Nou, hetzelfde gaat met elektrisch gebeuren. 5 jaar geleden reed ik nog met deze auto rond, had ik een videocamera in gedaan en elke 30 seconden vroeg ik, hoe gaat het met mijn accu? Want er zat zo'n iPhone-app in en ik deed net alsof ik een iPhone-app was. Na 2 maanden werd ik gevraagd bij Nissan, ik had dat ding gewoon gekocht, kunt u even komen praten? De gemiddelde persoon doet het ongeveer 20 keer per maand en u doet het 20 keer per uur. En ik zei, ja, wat maakt dat uit? Nou ja, kijk hoe we dat geïmplementeerd hebben. Als u die informatie wil hebben over de auto, sturen wij een sms'je naar die auto. Die belt dan uit naar Japan. Die stuurt met een biebe-de-biep modem die informatie over en dan verbreekt de verbinding. En bij u staat die 24 uur per dag open en het kost €18.000 per maand. En dat is dus 5 jaar geleden. Er waren geen snelladers, er waren helemaal geen supercharge waar je in 20 minuten je accu met 400 kilometer volgooit. Er was helemaal niks, zeg maar. Dus dat is wat dat betreft heel interessant hoe dat was. Ik moest zelfs nog, als ik nergens kon ik laden, ik stond altijd met een auto, stond ik bij de oprijlaan als die leeg was. En dan legde ik hem aan zo'n trekhaak en dan ging ik op de rem trappen. En als ik op de rem trap bij een elektrische auto, laat hij heel snel op. Dan kon je 5 kilometer meerijden, kon je weer 50 kilometer rijden. Dat was 5 jaar geleden. Dat was een lifestyle keuze om elektrisch te rijden. Toen kwam